Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, beste zusters in islam. Een zuster zei over haar narcistische man: hij brengt het slechtste in mij naar boven. Beste zuster, deze video gaat over de 9 eigenschappen van de narcist. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ik ben zuster Malika. En in mijn coachingpraktijk hoor ik zusters vertellen over hun leed van het gehuwd zijn met een narcistische man. Maar ik hoor ook zusters vertellen over een narcistische vriendin, een narcistische werkgever, over hun narcistische broers. Of ze hebben narcistische ouders, een vader of een moeder of allebei. En als jij te maken hebt met een narcistische persoon in je leven, dan zul je al gauw gemerkt hebben dat zij soms het slechtste in jou naar boven kunnen halen. Deze narcisten hebben een ziekte in hun hart. En voor je het weet, ga je zelf ook ziek worden. Je gaat meegesleurd worden in hun mindspelletjes. Of je gaat ook beginnen liegen, enzovoort. En je gaat je schuldig voelen, je onzeker voelen, machteloos, wanhopig en zelfs depressief, subhanallah. Daarom ga ik je hier 9 karaktereigenschappen van de narcist opnoemen die je dient te kennen om niet in zijn valstrikken terecht te komen. Het kennen en begrijpen van deze narcistische eigenschappen is cruciaal en die je kan beschermen, zelfs je leven kan redden. Mogen het van nut zijn. En voor we in de wereld van de narcist gaan, moeten we eens kijken naar de leefwereld van kleine kinderen. Van de leeftijd tussen ongeveer 5 à 7 jaar. En dan zien we vooral 1 karaktereigenschap opduiken. Zelfzucht, egoïsme, ikzucht. Kinderen van die leeftijd hebben dit van natuur. Dat is geen slechte eigenschap, ze hebben dit van natuur. Als een volwassene of iemand die ouder is iets aan hen vraagt, dan kunnen ze koppig zijn. Ze willen niet meewerken. Ze hebben geen zin, ze doen lastig. Ze zijn onwillig en ze zijn eigenzinnig. En ze kunnen doen alsof je ze niet, alsof zij jou niet begrijpen. En ze erkennen je gezag niet en ze erkennen je anders zijn niet. En op andere momenten kunnen deze kinderen heel lief zijn, heel volgzaam zijn, maar die zelfzucht, dat egoïsme, die ikzucht zal er altijd zijn. Want dat is typisch voor hun leeftijd. Het zijn kinderen. Nu, als het kind ouder wordt, het kind wordt ouder, het krijgt meer maturiteit. Ze worden minder en minder egoïstisch. De zelfzucht verdwijnt. En ze krijgen meer voeling en begrip voor de gevoelens en de behoeften van anderen. De mensen rondom hen. En ze begrijpen dat er buiten hen nog een hele wereld is. Een wereld vol mensen die anders zijn dan hen. Met andere meningen, met andere waarden en overtuigingen en met andere behoeften en waarden. En ze leren hiermee om te gaan, dit te erkennen, ermee te leven. Dus ze begrijpen dat het niet allemaal rond hen draait, maar dat er ook anderen zijn, dat ze niet beter of meer rechten hebben dan de anderen. Dat leren ze begrijpen door maturiteit. Maar de volwassene die in het patroon zit van narcisme, ook al kunnen zij bijvoorbeeld het goed doen in hun beroep, in de zakenwereld, in het onderwijs, in de politiek, in organisaties, en zelfs hun verantwoordelijkheid opnemen binnen families, dat kunnen zij eventueel. Maar op emotioneel vlak zijn zij nog steeds die kleuter of dat kind op de lagere school. En dat niet doorheeft dat er nog andere mensen zijn buiten hem. En dat het niet dus allemaal niet om hem draait. Dat is de narcist.
En de narcist gelooft, hè, net als een klein kind, dat het allemaal draait rond hem. Hè, het zegt mijn voorkeuren, mijn verlangens, mijn doelen, mijn dromen, mijn problemen. En zo zie je dat heel hun leven en zijn is opgebouwd rond deze egoïstische verlangens en doelstellingen. Ikzucht. Me, myself and I. Daarom ga ik dus 9 karaktereigenschappen opnoemen die... Allee, als je die herkent bij de narcist, dan moet je beseffen dat je daarin niet moet in meegaan. Hè? Je mag daar niet in meegaan. En dat er betere alternatieven zijn. De eerste eigenschap. De behoefte om alles onder controle te hebben. Hè? Ja, we willen allemaal dat de zaken goed lopen. Hè? Dat de dingen gedaan worden. He? Iedereen wil op zekere hoogte controle hebben. Die noemt men zich organiseren. Of een missie hebben. Of zaken gedaan willen hebben. Maar de narcist bundelt dit alles tot een eigen persoonlijke agenda. En hij ziet niet dat er nog anderen zijn met ideeën of dat die iets anders willen. Hij gebruikt hierbij de woorden als moeten, dient, kan niet, is nodig, beter zo, beter dan. Ze hebben hun agenda, ze hebben alles uitgedokterd, alles uitgezocht, gepland en geregeld, hoe het gedaan moet worden en hoe het leven moet geleefd worden. Dat hebben ze allemaal al uitgedokterd en... Ze zien het als jouw job om uit te pluizen wat er in die agenda staat. En als je dat niet lukt, dan zullen ze jou er wel op wijzen. En je er doen aan herinneren. Jou en alles zullen zij draaien naar hun wensen en doelen. En vele zaken die zij doen of zeggen, hebben het ingrediënt controle erin. Controle. En ze zijn koppig, niet flexibel, stug als jij met jouw verlangens of zienswijze komt. En ze zullen je overhalen, verleiden en doordrammen tot je jezelf overgeeft. Meegaat in hun plannetjes. Er zijn zusters die zeggen, ja, ik zeg eerst mijn mening, ik probeer een gesprek aan te knopen, maar ze blijven zo doordrammen dat ik op den duur... Gewoon toegeven om er vanaf te zijn. He, om van zijn doorgedram vanaf te zijn. Dus dat is wat ze willen. En we moeten hier alert zijn. Want hun plannen kunnen haram zijn. He, narcisten die hebben een andere moraal. Die hebben veel harame plannetjes. En ze trekken jou daarin mee. En ze zullen alles gebruiken. He, ze roepen, ze vloeken... Ze zijn sarcastisch en als dat niet werkt, dan gebruiken ze een andere tactiek. Ze gaan dagen niet tegen jou praten en ze negeren je. Dus dat zijn allemaal tactieken om jou onder controle te krijgen of te behouden. Dan ten tweede, weinig of geen empathie. Empathie betekent inlevingsvermogen. Ze hebben weinig inlevingsvermogen. Ze zijn niet in staat om de gevoelens en emoties van anderen te begrijpen. Bijvoorbeeld, jij komt thuis, je bent verdrietig, maar op dat moment zijn zij niet verdrietig, dus zij begrijpen niet dat jij verdrietig bent. En ze kunnen zich niet inleven in jouw gevoelens, of ze hebben er geen geduld voor, of het interesseert hun niet. Of ze zijn onverschillig, want zij zelf zijn op dat moment niet verdrietig. Iedereen is anders. Iedereen ervaart gebeurtenissen op een andere manier. Een gezonde persoon begrijpt dit en houdt daar rekening mee. Narcisten, ja, het kan hen eigenlijk niet veel schelen wat anderen denken of voelen. Want ze zijn, allee, het is niet dat het hun
echt niet kan schelen, maar ze zijn zo vol van zichzelf. Ze zien gewoon het andere niet. Ze zijn daar blind voor. En ze denken, en als jouw interpretatie over een situatie anders is dan die van mij, dan heb je het mis. Ze zijn daarvan overtuigd. Dus in plaats van rekening te houden met anderen, stappen ze over de gevoelens en meningen van anderen. Of ze schuiven ze gewoon weg van tafel. Mensen die leven met een narcist voelen zich vaak onbegrepen. De narcist geeft een ander niet gemakkelijk gelijk. Ze vinden dat de andere verkeerd is en dat zij gelijk hebben of het beter weten. Dan ten derde, de narcisten denken dat ze meer bevoegdheden of rechten hebben dan een ander. Dus als ze iets willen, zullen ze controle uitoefenen. En dan zeggen ze, ja, maar volg mij gewoon. Doe wat ik zeg. Ik wil de regels bepalen. Ik kan geen rekening houden met jouw gevoelens, want ik weet het gewoon beter en ik ben speciaal. Ze hebben zo een aura over zich dat ze speciaal zijn, dat ze meer rechten hebben. En ze willen een voorkeursbehandeling. Ze willen dat jij dingen voor hen doet. En ze willen ook dat jij dingen voor hen doet die zij zelf best kunnen doen. Wanneer jij moet dat doen. En ze hebben een attitude, bijvoorbeeld, ik ben rijk, dus jij moet mij bedienen. Ik heb meer gestudeerd, dus ik heb altijd gelijk. Ik weet wat goed voor ons is. Of ze denken dat ze in een speciale situatie zitten. Ik ben een drugsverslaafde, dus jij moet mij geld geven. Ze denken dat ze daar automatisch recht op hebben. Ik wil drugs, dus ik mag stelen. Of ik ben een crimineel en de anderen zijn allemaal domme losers. Ze denken boven de wet te staan, speciaal te zijn. Of ik ben jouw man, dus jij moet naar mij luisteren. Ik heb gelijk. Ik heb het laatste woord. Ik ben slimmer dan jij, een vrouw. Ze zeggen dat niet altijd letterlijk, maar het zit achter hun woorden. Ten vierde. Ze hebben veel uitbarstingen en manipulatie. Denkende dat ze speciaal zijn. Denkende dat ze meer rechten hebben. Denkende dat ze boven iedereen en alles staan. Zullen ze je goed duidelijk maken wat ze van zichzelf vinden. Hè? En jij moet dat volgen. Jij moet dat ook vinden van hen. En ze zullen zich opdringen. Ze zullen je manipuleren. En ze zullen mindspelletjes spelen. En als je niet doet wat zij willen, zullen ze je het leven moeilijk maken. Lastig doen. Of ze zullen je straffen. Tot je toegeeft. En ze zullen op jou inwerken tot je breekt. Subhanallah. Ten vijfde. Ze zijn niet in staat iets te leren uit een situatie. Bij gezonde mensen. Als het erop aankomt, als er iemand naar hen komt en zegt bijvoorbeeld, jij kon het beter anders doen. Hier zat je fout, dit of dat zou je beter zo of zo doen. Wel, het kan misschien niet flatterend zijn, maar ja, je leert ervan en je past je gedrag aan. Dat doen gezonde mensen. Of je luistert naar wat de ander te zeggen heeft, zijn ideeën of gevoelens, en je hoeft er niet meteen eens mee te zijn, maar je luistert toch. En je wil echt luisteren, om iets te leren en echt te horen wat heeft die andere ervan te zeggen. Maar de narcist die denkt, waarom moet ik luisteren naar jou? Jij weet er niks van. Je bent,
Ja, dom. Je bent niemand. Dus als je hen iets wil leren, dan zullen zij er een missie van maken om het jou duidelijk te maken dat jij verkeerd zit. Zij zien van, jij wilt iets aan hen leren en dan is dat een aanval. Dus ze gaan in de verdediging en ze draaien alles om en jij bent verkeerd. Maar dat ze iets zouden kunnen leren, dat komt niet bij hen op. Dus ze draaien de zaak. In plaats van dat jij zegt waar je verkeerd was, gaan zij opsommen waar jij verkeerd was. En ze zijn snel geraakt, hypergevoelig, snel in de verdediging. Dus luisteren is niet hun beste kwaliteit. Nu het zesde punt. Narcisten vinden het belangrijk dat ze in een superieure positie zitten. Ze promoveren zichzelf naar een superieure positie en dan willen ze daar blijven, ten koste van alles. Als jij praat met een narcist, ja, dan doe jij dat op voet van gelijkheid. Jij hebt je waarde, hij heeft zijn waarde. Laten we elkaar behandelen als gelijken, zo praat jij. Maar de narcist zegt, ik ben niet gelijk aan jou, ik sta boven jou. En zorg dat je dat niet vergeet. Dat is de narcist zijn attitude. En ze kunnen heel vernederend praten. Je eigen waarde naar beneden halen. Jij moet mij dienen. Jij moet mijn weg volgen. Ik weet wat goed is. Jij hebt daar niks van begrepen. Jij hebt ook geen inbreng, want jij verstaat dat niet. Volg mij. En als jij vraagt, ja, waarom moeten wij het steeds op jouw manier doen? Dan antwoordt de narcist wel omdat ik het simpelweg beter weet dan jij. Beter weet dan jij. Dus hij is vol van zichzelf en blind voor de gevoelens van een ander. En we zien in onze umma dat moslims denken, de man weet het. Dat de man de beste keuzes kan maken. Dat de man het beter weet dan de vrouw. Dat zij simpelweg iemand is die hem moet volgen, hem moet steunen in alles wat die man wil en doet. Dit is een verkeerde stelling. Dit leidt tot toestanden waar de vrouw zich volledig wegcijfert, op de achtergrond blijft, niet meedenkt, want haar denken telt niet. Haar gevoelens en verlangens maken niet uit, want die hoort ze niet te hebben. Haar visie of mening telt niet, want haar visie en haar mening zijn minderwaardig. En daarom denkt zij, ik ga die niet uit. En zo zitten vele vrouwen in die inferieure, minderwaardige positie. En als hij met iets komt dat niet voldoet aan zijn standaard, dan kleineert hij dat. En hij wil je in die mindere positie houden. Dus er is heel veel schaamtecommunicatie. Dat wil zeggen dat hij zal zorgen dat jij schaamte voelt. Wat voor een vrouw ben jij? Je bent onvrouwelijk. Je bent geen moslima. Je volgt de islam niet. Je volgt de shaitaan. Je bent een ongehoorzame vrouw. De engelen zullen je vervloeken. En door die schaamte ga jij inbinden. Ga jij zwijgen. Ga jij niet meer in zijn weg staan. En ze willen dat jij in die mindere kleinere positie blijft en dat jij nooit zo belangrijk of zo fantastisch zal zijn als hem. Dus doe geen moeite. Dan de zevende eigenschap. Hij verdraait de waarheid. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat jij een narcist, dat jij tegen een narcist zegt, ja, vorige week gebeurde dit en toen heb je zo gereageerd. En de narcist zegt, ja, dat gebeurde helemaal niet zo en ik heb helemaal zo niet gereageerd. Die zeggen dat zo simpelweg.
En zelfs als je zegt, deze morgen, hè, nog deze morgen, heb jij gezegd dat je dit of dat ging doen, en dan reageren ze met, dat heb ik helemaal niet gezegd. Hè. Jij hebt het fout. Jij hebt het verkeerd geïnterpreteerd. Hè. Dus ze schuiven de schuld op jou. En zelfs als je met weerlegbare feiten en bewijzen komt, hè, als het niet in zijn kraam past, hè, dan zal hij tegen je zeggen dat jij verkeerd bent. Hm? En hij zal het desnoods allemaal ontkennen. En hij zegt, jij mag denken wat je wil, daar trek ik mij niks van aan. Hm? De waarheid ben ik en dit en dat. Hm? En ze hebben altijd gelijk. Of ze geven jou gelijk. Ja, je hebt gelijk. Het is waar wat jij allemaal vertelt. Ik vind dat ook. Je hebt gelijk. En dan doen ze gewoon hun eigen zinnetje. Ze doen gewoon helemaal het omgekeerde. Hm? En als jij dan achteraf zegt, maar allee, je gaf me toch gelijk, je was toch akkoord, dan antwoordde zij, wel, ik heb dat nooit gezegd. En ik zou nooit met zoiets akkoord gaan. En ze brengen je in de war en je voelt je onzeker en schuldig. En ze verdraaien de waarheid. En ze laten dingen weg uit een verhaal of ze voegen er zaken aan toe. En je kan eigenlijk geen normaal gesprek met hen voeren. Want zij kenden de feiten en jij bent verkeerd. Dit is hun uitgangspunt. Dus het is alsof je tegen een muur praat. En de narcist, dat is een achtste punt, een achtste eigenschap. De narcist heeft het moeilijk met delen. De narcist staat niet graag iets af. Net als een klein kind dat zijn autootjes stevig vasthoudt en ze met niemand wil delen, zo houdt de narcist vast aan zijn geld, zijn bezittingen, zijn macht en zijn status. En hij zal enkel delen als het hem meer opbrengt. En hij zal je uit de nood helpen, zodat je dan een schuld bij hem hebt. Of hij maakt je afhankelijk. Of hij spiegelt je een prachtige toekomst in de verte, hè, die jullie samen gaan bereiken, maar eerst moet je dit en dat voor hem doen. Harame zaakjes doen. Hem geld lenen. Of hem onderhouden. Of hem helpen zijn schulden af te lossen. Subhanallah. Een negende eigenschap, en dat is de laatste. Ze dragen maskers. Hun présence is fake. Meestal maken ze in het begin een goede indruk. Hè. Dat willen ze ook. Ze willen alleen maar goedkeuring krijgen. Hè. Ze gaan alles zeggen en doen wat dat jij zegt en doet. En ze zullen jou gelijk geven in alles. En jouw keuzes zijn de beste. En dat behoort tot hun tactieken. En ze doen charmant en liefdevol. Ze geven je de indruk dat ze een trouwe, loyale, beschermende en voorzienende vriend zijn. He, die er altijd voor jou zal zijn. Zo iemand waar je echt op kan rekenen. En ze zullen zich zo gedragen zolang jij zegt en doet wat zij willen. Dan blijven ze die vriendelijke, behulpzame vriend. Hè? En als jij zijn doel volgt, hun dromen en hun verlangens helpt verwezenlijken. Hè? Ze zullen vriendelijk blijven zolang jij nuttig bent voor hen. Maar vanaf dat jij anders begint te zijn, hè? Een andere mening hebt, over jouw rechten begint, of je bent met iets niet eens een keer niet akkoord, hè? Dat is allemaal normaal. Of je staat niet achter zijn plan, of je spreekt hem aan over fouten die hij heeft gemaakt. Of je komt misschien in een ruzie terecht met hem.
dan draait de narcist volledig om. Zijn charmes vliegen het raam uit en er komt plots een monster naar boven. Schelden, woedeaanval, dreigementen, chantage, sarcasme en zelfs agressie. En wat we over het masker van de narcist dienen te weten. Sommige zusters denken dat als uw man bijvoorbeeld een woedeaanval krijgt, ze kennen hem nog niet zo lang, dus ze beginnen dat allemaal te zien, ineens komen die woedeaanvallen, dan denken zij dat dit een uitzondering is. Ze zeggen, ja, zo is hij normaal niet. Wat zij nog niet weten, is dat dat net zijn ware aard wel is. Dat is hoe hij echt is. Dat masker is heel de tijd op en soms verschuift dat en krijgen ze iets een andere persoon te zien. Maar ze denken dat dat een uitzondering is. Maar dat is dus zijn ware aard. Maar ze denken dat hij dat een uitzondering is en ze zeggen, normaal is hij zo niet. Maar ze gaan hem wel beter leren kennen. En dan gaan ze zien dat dat juist wel zijn ware aard is. En dat de andere kant, het liefdevolle, het hulpvaardige, het begrijpende type, gewoon een masker is. Een masker. En dat masker maskeert zijn ware bedoelingen. Je voor zich winnen, zodat je hem begint te vertrouwen. Maar zijn ware bedoelingen zijn je domineren, je controleren, zorgen dat je zijn regels begint te volgen. En je je aanpast aan zijn levensstijl en ritme. En sommigen onder hen misbruiken het geloof. Het geloof. Om vandaag van jou gedaan te krijgen wat zij willen. Om je op je plaats te houden. En meestal gaan zij niet verder dan ik ben een man en ik ben jouw man. En daar is alles mee gezegd. De grote geleerden in Saudi-Arabië zeggen, de vrome vrouw is de adviseur van de man, zowel in wereldse zaken als in religieuze zaken. Daarom, beste zuster, zorg dat jij behoort tot de vrome zusters. Ik kan dat maar niet genoeg zeggen. Tot de waarachtige, tot de praktiserende. En doe kennis op. Laat die kennis je doordringen en zorgen dat het een deel wordt van jou. Dit is macht, beste zuster, dit is kracht, dit is bescherming. Hoe meer jij kennis opdoet, hoe sterker jij wordt. En zo ga je het verschil zien tussen cultuur en tussen islam. En als je man dan iets zegt, dan weet je tenminste of wat dat hij zegt of vraagt van el-islam is. Of niet van el-islam is. En als het niet zo is, dan hoef jij, mijn beste zuster, niet te luisteren. Niet te gehoorzamen. Hij kan niet met de vlag blijven zwaaien van ik ben een man, ik ben jouw man. Hij kan niet met die vlag blijven zwaaien voor alles en nog wat. Enkel voor zaken die toegestaan zijn in el-islam. En de man is er om jou te voorzien en om jou te beschermen. En je bent zijn onderdaan niet. Je bent zijn onderdaan niet, beste zuster. En hij is niet jouw opperhoofd. Laten we eens kijken. Wat is een kenmerk van een soldaat? Die moet alles doen wat zijn generaal hem vraagt. En wat is het kenmerk van een slaaf? Dat hij niks mag weigeren aan zijn meester. Maar ben jij zijn soldaat? Ben jij zijn dienares? Ben jij zijn slavin? Ben jij zijn volger die aan zijn lippen hangt? Nee? Nee? Jij bent zijn vrouw. Zijn gezellin op het pad naar Allah. En op dat pad dien jij zijn adviseur te zijn, zowel op wereldse zaken als op religieuze zaken. En jij leert je kinderen el-islam.
De narcist kan het niet uitstaan dat hij ongelijk heeft. Hij wil gelijk hebben. Hij verdraait de waarheid. En hij kan niet snappen dat jij ook een mening hebt. Dat jij ook iets te zeggen hebt. Dat jouw advies ook kan gevolgd worden. En dat jij verlangens en behoeften hebt. Hij is een volwassene met de mindset van een klein kind. Hè? En je kan misschien denken, we kunnen dingen verbeteren. We gaan aan ons karakter werken. We gaan aan onze attitude werken. Ja, maar de narcist zegt, wel, ik hoef dat niet te doen, want ik ben beter en er is niks mis met mij. Dus die gaat nooit aan zichzelf werken. Hè, want hij denkt, er is niks aan de hand. Ik ben goed, ik doe alles goed, ik heb het goed voor elkaar. Hm? Het is dus heel moeilijk, zelfs volledig onmogelijk, om met zo iemand om te gaan. Hè, om echt een verbinding met die persoon te maken. Hij is een volwassene, hè, dus met de karaktereigenschappen van een kind. Er is weinig maturiteit en veel onzekerheid. En je zal eerder ondermijnd worden door al hun kleineringen en hun tactiek om je minderwaardig te voelen, dan dat jij kan standhouden aan jouw gevoel van wat goed is, van wat juist is. En daar ligt juist het gevaar. Hm? Je dient te erkennen dat die narcist een probleempersoon is. Hm? Ze zitten met innerlijke mentale strijd. Hm? En je moet echt oppassen dat je niet meegesleurd wordt in zijn kijk op het leven. Dat jouw psyche niet overmeesterd wordt. Zodat jij jezelf helemaal begint te verliezen. En dat jij iemand gaat worden die jij helemaal niet wil zijn. Hè? Leven met een narcist kan zorgen dat jij je identiteit kwijtgeraakt, beste zuster. En dit hoor ik. En wie zijn identiteit verloren heeft, die kan niet voor zichzelf opkomen. Want er is geen zelf meer. Er is alleen nog maar een persoon die in dienst staat van de narcist en in zijn schaduw leeft. En dit is zeker niet de taak van een vrouw. Subhanallah. Beste zuster, inshallah komen er nog meer video's over dit thema. Hè, zodat jij hier meer kennis over opdoet en jij de juiste keuzes kan maken in jouw leven. En Allah is degene waartoe wij ons richten voor hulp en aanbidding. En ik geef je het advies om je op dit kanaal te abonneren, zodat je op de hoogte blijft. Hè, en zet gerust in de comments waar jij nog graag lezingen over wil horen. Hm? Ik ben daar echt benieuwd naar. Hm? En voor degenen die leven met een narcist, hè, of onder zijn invloed zitten of daarmee te maken hebben, die kunnen altijd aan mij begeleiding vragen. Hè? En zij kunnen mij contacteren via de link hier beneden. Hm? En ik hoop dat deze informatie van nut was. Mogen Allah het ons gemakkelijk maken. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.